Er zijn ook overal wachtlijsten bij brokers voor het openen van beleggingsrekeningen. Zoveel animo is er op dit moment. Nou, het boek gaat hartstikke goed. Er komt een vierde druk alweer aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen? Zo, Koningsdag. Ja, ik ben de pagina's van mijn online training aan het knutselen. En om alles goed te zetten. Dat je van de ene pagina, als je dan klikt, dat je ook daadwerkelijk bij het juiste filmpje terechtkomt. En ook weer goed terugkomt en zo. Dat is echt iets voor jou. Ja, dus op zich is dat wel wat voor mij. Ik doe er alleen heel lang over. Ja. Ik kan zo de hele Koningsdag mee bezig zijn, hoor. Wat voor training is het dan? Online training, super simpel beleggen. Ik had natuurlijk een boek geschreven. Ja. En ik dacht, nou ja, als je het boek leest, dan kun je wel weer... Dan weet je wel hoe je moet beginnen met beleggen. Maar er waren toch heel veel mensen die nog vroegen, hoe moet dat, beginnen met beleggen? Dus ik ben een online training begonnen. En nou, daar hebben zich wel echt best veel mensen voor aangemeld. Ja. En de eerste groep is er nu bijna, zeg maar, doorheen. Dus dat is de eerste groep die heeft meegedaan. Die heeft nu alle eerste video's bekeken. En dan vrijdag sluiten we af. En terwijl zij bezig waren met de online training, was ik hem ook nog aan het maken. En de pagina's aan het maken waarop je dan alle content kunt bekijken. Dus het is een combinatie van dingen die klaarstaan en live, die training. Of is het alleen maar, zeg maar, dat ik zelf die hele training kan volgen? Of ga ik ook live met jou iets doen dan? Zal ik even opnieuw beginnen? Nee, heb je dat? Ik dacht dat het allemaal heel duidelijk was, maar kennelijk vertel ik het heel warrig. Nee. Ik ga het je vertellen. Ja, nu even opletten. Ik heb een training gelanceerd, die was er nog niet. Nee. Dat was, je kan hem nu kopen met 60% korting. Ja. Dus als je nu koopt, dan heb je nog niks. Dan gaan we vanaf 30 maart tot 1 mei, krijg je elke week 2 lessen. Ja. Dus die moest ik ondertussen nog maken. Die heb ik steeds gemaild. Dat waren videolessen, die heb ik steeds gemaild, elke keer gemaakt en per mail verstuurd naar de mensen die deelnemen als beta-deelnemer. Ondertussen was ik dus ook die content aan het verzamelen op een website, zodat ze, nu dat ze klaar zijn, kunnen ze alles makkelijker terugkijken in plaats van dat ze al die mailtjes weer moeten doorlopen. Ja. Maar ik had ook, na de verkoopperiode van 1 week, had ik de deur dichtgegooid voor de beta-deelnemers. Want ik dacht, dat moet een afgebakende periode zijn. Bovendien, ik had nog niks klaarstaan. Dus ik zat 228 pdf'jes met de hand factuurtjes te tikken. Ja, dat was allemaal niet zo handig. Maar ja, ik heb er natuurlijk weer veel te makkelijk over gedacht. Godzijdank heb ik het verkocht als beta-training. Want ja, ik ben gewoon aldoende overal achtergekomen. Nu staat bijna alles zo goed als echt klaar. En dan kan ik een nieuwe groep tegen een iets hoger, wat normalere prijs. Die gaat dan nu vanaf 11 mei meedoen. Ja, ja, wat kost een training? Ja, de beta had ik dus 60% korting. Dus die was 39,60 en 59,40. En nu gaan we omhoog. En die prijzen ben ik even kwijt. Maar de echte prijs is 99 en 148, zoiets. Goeie tijd om te leren beleggen eigenlijk. Ja, er zijn heel veel mensen die nu graag willen starten met beleggen. Er zijn ook overal wachtlijsten bij brokers voor het openen van beleggingsrekeningen. Zoveel animo is er op dit moment. Hoe komt dat? Ja, beurzen zijn enorm gedaald. En ik denk toch dat iedereen er wel van overtuigd is dat die coronacrisis iets tijdelijks is. Ook al zijn er natuurlijk allemaal gitzwarte scenario's. Maar ja. Leg eens uit. Hè. Kijk, ik ben een enorme leek. Hè? En ik vind altijd, zeg maar, die beurshandel en zo, wat jij allemaal doet. Ik vind dat een soort Holland Casino. Hè? Want dan denk ik van, ja, je weet, ja, het is laag, maar je weet niet wanneer het weer omhoog gaat. En je weet, maar dat is het niet. Hè? Het is niet alleen maar gokken. Hè? Nee, kijk, beleggen is per definitie dat je omgaat met onzekerheden. Dus in die zin kun je zeggen, ja, het blijft een gok of je er wat aan verdient of niet. Ja. Van de andere kant, als je maar ervoor zorgt dat je goed je beleggingen spreidt
En dat kun je niet alleen binnen je beleggingen spreiden, maar je kunt ook in de tijd spreiden. Dus je kunt gespreid instappen. Ja. En als je het maar lang genoeg volhoudt en lage kosten aanhoudt, dan neemt de kans dat jij een mooi rendement krijgt op je beleggingen, neemt gigantisch toe. En al helemaal in vergelijking met de zekerheid van een spaarrekening die niets oplevert. Ja, nee, en op een spaarrekening wordt je geld eigenlijk alleen maar minder waard. Ja. Vanwege de inflatie. Dus ja, beleggen is op dit moment wel heel aantrekkelijk, ja. Wie zijn jouw klanten, zeg maar? Wie zijn de type mensen die dit willen leren? Ja, heel veel, heel verschillend. Kijk, omdat mijn boek natuurlijk Blondjes Beleggen Beter heet. En mijn website ook. Maar daarom trek ik waarschijnlijk ook wel meer vrouwen aan. Maar er zijn ook heel veel mannen die willen beleggen. En het is wat ouder en vrij jong. En ik merk nu via bijvoorbeeld de mail en via Instagram. Via Instagram krijg ik heel veel echt wel jonge mensen. Ik zal maar zeggen twintigers. Tussen 20 en 30 die echt willen beginnen met beleggen. En ja, wat ik heel leuk vind is, die staan er ook echt zo in van, dat ga ik even leren, ga ik even doen. En dat vind ik echt wel heel erg leuk, want ik voel me nog niet per se bejaard, maar toch is het wel zo, mijn leeftijd en ouder. Eigenlijk de meeste mensen die ik tegenkom van mijn leeftijd en ouder, die vragen zich altijd allemaal af van, ja, hoe kan ik dat wel? Die zijn veel onzekerder, terwijl die jonge mensen op dit moment echt een beetje zo die mindset hebben van, ik ga het leren, ga die kennis opdoen en dan ga ik het ook doen. Je hebt helemaal van die standaard ook appjes en zo, hè, die dan het als een soort cool iets zeg maar presenteren, zo van klik, klik, klik en lekker beleggen. Werkt dat of is het toch echt moeilijker dan dat? Ja, ik kan daar een heel uitgebreid verhaal over houden, maar ik vind dat je gewoon zelf kan beleggen. Dus niet... En appjes, dat zijn allemaal schillen rondom het beleggen. Kijk, ik vind dat je zelf kan uitkiezen waar je in gaat beleggen. Ja. En dat hoeft niet eens zoveel tijd te kosten. Als je bijvoorbeeld in ETF's belegt, dan kun je met één aankoop al mega goed gespreid zijn. Want dan kun je met één aankoop een hele klap aan onderliggende aandelen kopen. Ja. En het enige is, en dat merk ik nu ook, is mensen vinden het eng om in te loggen op een beleggingsrekening. Want dan kom je op dat scherm terecht en dan gaan allemaal dingen knipperen. Het is heel makkelijk, maar mensen vinden het toch eng. En dan gaan ze kiezen voor iets met een roze achtergrondje en een paar papertjes. Ja. Of ze gaan kiezen voor een app waarbij je dus niet in echte aandelen, maar in stukjes van aandelen belegt. Dat is bijvoorbeeld bij Bucks het geval. En dat mag van mij allemaal, maar dat is allemaal, hè, dat ene is met die pepertjes, dat is Peaks, en het andere, dat is Bucks. En mag van mij allemaal, maar ja, zij doen het dan voor jou, betekent hogere kosten en bij Bucks ook nog eens een hoger risico. En minder rendement. Ja, trouwens, met hoger risico niet altijd, maar je verliest omdat er een schakel tussen zit. Zeker, omdat die kosten hoger zijn, ja. Wat zijn ETF's? Ja, dat is dus dat je met één aankoop meteen in een heel pakket onderliggende beleggingen belegt. Hey, en waar moet ik nu in beleggen? In ETF's. Oh, welke? Janneke, help me even. Ik heb hier toch allemaal geen verstand van. Maar in wat voor ETF's dan? Of lul ik, is dat een stomme... Ja, daar heb ik net een hele cursus over gemaakt, joh. Een hele online training. Ja, en dan leg je dat allemaal uit. Ja. Maar het is, ik kan het wel in een paar zinnen samenvatten, maar het is gewoon, je moet even kiezen. Er is een vuistregel, als je gaat beleggen, dan wil je altijd gespreid gaan beleggen. Ja. Want doet de ene categorie het slechter, dan kan de andere categorie het misschien beter doen en dan heft elkaar weer een beetje op. Hè? Verlies op de een, winst op de ander, nou, op die manier ga je spreiden. Betekent dat je eigenlijk ook zou moeten spreiden tussen aandelen en obligaties. Ja. Nou is het zo, hoe ouder je bent, hoe minder je in aandelen zou willen beleggen. Want op aandelen zit een hoger risico dat het tussentijds misgaat. Maar we zitten in een rare tijd. Ja. Dus er is ook wat voor te zeggen om helemaal niet meer in obligaties te beleggen. Want
het verwachte rendement daarop is op het ogenblik heel laag. Als je dat weet, kun je zeggen, nou, ik ga bijvoorbeeld 80% in aandelen, 20% in obligaties. Daar kun je dan voor ieder een aandelen-ETF, dus een ETF, ETF schrijf je het, Exchange Traded Fund, ja. Belegd in een mandje van wereldwijd gespreide aandelen. En je kan één obligatie-ETF nemen. Nou, daar verdeel je dan je geld over. En het kan nog makkelijker door gewoon één ETF te kopen waarin al die verdeling al wordt aangebracht. Dan zit je ongeveer op 70% aandelen en 30% obligaties. Maar dan hoef je helemaal nergens meer over na te denken. Hè? Dan moet je even dat ding opzoeken. Die heet TOF. TOF. Typ je in het zoekvenstertje. Ja. Dan zeg je, nou, ik maak maandelijks geld over. Koop dat ding elke maand weer. Hey, en als je nou heel behoudend bent, hè, zoals ik, en heel scheiterig, wat is dan een gemiddeld rendement wat je draait als je dan, zeg maar, als je het een beetje snapt door jouw cursus, hè, dus ik weet op welke knopjes ik moet klikken, en ik ga heel behoudend, heel rustig aan, ga ik beleggen. Sterker nog, dan nog heb je geen garantie waarschijnlijk, maar wat zijn dan rendementen die je draait? Nou, kijk, als je alleen voor aandelenbeleggingen kiest, over de periode van 1900 tot en met 2017 hebben aandelen wereldwijd gemiddeld per jaar 8% opgeleverd. Rendement. Daar moet je natuurlijk wat kosten van aftrekken, want je betaalt altijd kosten als je dat gaat doen. Maar dat vind ik toch al een prima rendement. Zeg je van, nou, ik wil niet alleen in aandelen, maar ook in obligaties. Obligaties hebben ongeveer over diezelfde periode iets van 5% rendement per jaar behaald. Okay. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe ga je dat verdelen? Kijk, als je het 50-50 doet, dan, nou ja, dan kom je anders uit dan wanneer je 80-20 doet, bijvoorbeeld. Je praat over een periode van 117 jaar. En laat ik zo zeggen, beleggen is een lange termijn ding. Is dat ook een les? Ja, zeker. Dat is echt een van de succesfactoren. Er zijn drie hele belangrijke succesfactoren. Ze lijken vaak, ja, dat merk ik vaak als ik ze vertel, dan lijken ze zo simpel. Maar het is wel zo, daar komt het echt op neer. Meer is het eigenlijk niet. Nou, welke? Spreiden, lange termijn, lage kosten. Spreiden, lange termijn, lage kosten. Ja, ja. Nou, luister eens, Jan. Makkelijk, hè? Is heel anders. Hoe is het met je verder? Want jij bent druk, hè? Ja, ik ben gek genoeg hartstikke druk, joh. Ja. Ah, je bent met die cursus druk, je boek, Blondjes Beleggen Beter. Dus dat hele beleggings, wat eigenlijk altijd wel jouw ding was. Daar ben je gewoon heel druk mee. Maar ik zie je ook op tv en alles. Vertel eens, wat gebeurt er allemaal met je carrière op dit moment? Oh, zo. Ja? Ja, weet je, het is gewoon hartstikke goed geweest dat ik dat boek heb geschreven. Dat wilde ik al heel lang. En een boek over beleggen. Nou, dat is dan begin van dit jaar uitgekomen, Blondjes Beleggen Beter. Dat is voor heel veel mensen een aanleiding, of ook heel veel programma's een aanleiding geweest om me uit te nodigen. Ja. En nog steeds. En we zitten nu natuurlijk wat beleggen betreft ook in een hele... hele bijzondere en bijzonder actuele fase. De beurzen zijn nu gedaald. Toen mijn boek uitkwam, was er net het moment dat ABN AMRO ook de rente van 0,1 naar echt 0 ging bijstellen. Hè? Dat ze dat gingen aankondigen. Dat zijn allemaal extra factoren geweest waardoor mensen denken van, oh, ik wil toch ook gaan beginnen met beleggen. En waardoor ik ook veel werd uitgenodigd voor allerlei programma's. Hmm. Nou, het boek gaat hartstikke goed. Er komt een vierde druk alweer aan. Nee, echt? Ja. Het is goed. Je hebt een normale uitgever en zo gedaan. Gewoon netjes. Ja, maar... Gewoon, kijk, Cosmos. Met Cosmos? Hey, en wat verdien jij dan ook nog een beetje eigenlijk? Oh, aan zo'n boek niet echt, hè? Nee. Dat, maar aan wat wel. Wat zeg je? En wat er allemaal uitkomt wel. Nou, die online training, daar haal ik wel omzet uit. Ja. Ja. En verder is natuurlijk al mijn omzet. Ik haalde 100% van mijn omzet uit dagvoorzitterschappen. En werken voor RTLZ, daar presenteren. En webinars. Nou, ik had laatst één webinar.
tegen mega gereduceerd tarief. Maar alle opdrachten op locatie zijn natuurlijk afgezegd, afgeblazen. Dus dat, die omzet is nul. Dus ik heb wat dat betreft ontzettend geluk dat ik die online trainingen heb gelanceerd. Want op die manier kan ik toch weer een paar maanden verder. Ja, en betaalde webinars, werkt dat ook? Dat je zegt van, je doet gewoon live. Ik kan me voorstellen dat mensen los van een hele cursus zeggen van, doe mij gewoon een live Janneke 3 uur lang op een middag. En dan dat ja. leert. Heb ik wel over nagedacht hoor. Maar het is gewoon, ik ben nu helemaal verstrikt zit ik. Ik maker van die online training. Dus als ik dan ook nog dat even daarnaast ga zetten, dat, ja, dan komt het er helemaal niet meer tot een einde. Nee. Misschien hierna. Ik heb een vriend van mij die zegt altijd, je moet de dingen achter elkaar zetten. Als ik weer eens denk van, weet je, ik heb meestal dan 30 ideeën en dan wil ik alles tegelijk. Hij zegt altijd, je moet de dingen achter elkaar zetten. Hmm. Dat loop ik dan als een soort gekkie, als een soort kattenvrouwtje tegen mezelf te zeggen. Terwijl ik door het huis loop van, oh ja, achter elkaar. Eerst dit afmaken en dan dat. Hmm. Ja. Dus je blijft proberen om gewoon rust en orde in dat hoofdje van je te krijgen. Het lukt niet altijd, maar... Even tot slot, wat vind je van deze periode? Ja, ik ben er inmiddels wel een beetje aan gewend. Ik moet wel zeggen, ik krijg wel nu echt wel behoefte om weer eens gewoon leuk de kroeg in te gaan. Of met vrienden af te spreken om te gaan eten. Of dat soort dingen. Het online bij elkaar komen, nou, dat hebben we nu alweer genoeg gedaan. Ik vind het overigens niet erg om dat te blijven doen hoor, ook als deze periode af is. Maar ik wil ook af en toe dat gewoon echt face-to-face contact. En wat voorspel jij? Want jij bent goed in voorspellen als blonde belegger, zeg maar. Jij doet niet anders dan predicten hoe die toekomst eruit ziet, of in ieder geval proberen. Schets eens even voor mij zo. Hoezo ik vanuit economisch en ondernemersperspectief, laten we de rest van 2020 eens even inkleuren. Hoe zie jij die dan? Ik vind het heel erg lastig. Ik vind het echt, weet je, het voor 2020, dat is voor mij echt te korte termijn. Ik hoop dat het... Ja, dat we nog eens op mogen starten dit jaar. Maar wanneer dat precies, weet je wel. Je zit al na 1 september ja. met het opstarten. Ja. Nou, ja, dan is bijna het jaar alweer voorbij. Dus ik vind dat heel lastig. En voor wat betreft economie, ja, we krijgen hier natuurlijk een enorme klap van. Alle scenario's staan op recessie. Weet je wel, ook de scenario's die... door het CPB zijn gemaakt. Ja, dat was variëren van milde recessie tot mega-recessie. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel logisch als je alles dichtklapt. Ja. En ja, ik hoop dat we op termijn hiervan kunnen gaan herstellen. Ja. Ik kijk, één ding is in mijn ogen wel zeker en dat is dat het gaat wel weer voorbij. Het komt wel weer goed. Alleen hoe lang dat gaat duren... Dit jaar, het is niet zo dat wij nu eind december zeggen van zo, we zijn weer helemaal boven Jan. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Laten we in ieder geval hopen dat, Janneke, dat er einde dit jaar of zo, verwacht ik wel, dat we weer een eerste eventje kunnen doen. Dat we elkaar weer gewoon live ergens op... Nou, graag zeg. Ja. Blijf me gezellig. Ja, heel graag.